ik werd hier zelf altijd wel als jongetje wel heel erg geprikkeld door die geschiedenis. En ik werd altijd meegenomen door mijn opa die hier werkte. Ik verloor mezelf echt heel erg in die geschiedenis. Vond ik echt prachtig. Maar je gaat het nog meer merken als je eenmaal die ketelbrug bent overgestoken en gaat studeren. Dan, omdat je dan wat meer afstand van neemt, dan komen die verhalen juist meer terug. Nee, ik woon al een paar jaar sinds ik begon met studeren. Woon ik niet meer in de Noordoostpolder. Juist op het moment dat ik hier vandaan trok, ben ik mezelf eigenlijk een polderbewoner gaan voelen. Dus er is denk ik wel een zekere polderidentiteit bij mijn generatie in ieder geval, de derde generatie. We zijn hier aan de Weddersandweg, een boerderij aan het Karnebos bij Band. En dit is de boerderij waar mijn opa begin jaren 60 naartoe kwam. De boerderij is nog steeds in de familie en er wonen een oom en tante van mij hier. Dit schilderij is van Ernst Leyden. En hier zie je een paar Urken vissers op een vissersschip. Het is een schilderij uit 1922. En Ernst Leyden die woonde op Urk. En ja, die heeft echt die armoede van de Urks heeft die vastgelegd op het schilderij. Dus ja, toen die Zuiderzeewet eigenlijk werd aangenomen, toen was dit de situatie op Urk. Dus armoede troef en ja, de voornaamste inkomstenbron was de visserij. Wat ik zo bijzonder vind aan de Noordoostpolder is dat hier enkele decennia geleden zoveel verschillende mensen uit het hele land en met allerlei verschillende religieuze en politieke achtergronden, dat die hier samengebracht werden om een hele eigen nieuwe maatschappij te bouwen. Ja, Urk en de Noordoostpolder, dat zit altijd een beetje wrijving tussen eigenlijk. Maar toch hebben we heel erg gedeelde geschiedenis. Ja, die Urkers die waren hier eigenlijk al toen die Zuiderzeewet werd aangenomen. Er kwam opeens een hele nieuwe maatschappij omheen. Dus dat probeerden wij eigenlijk in die podcast een beetje uit te lichten. Aan de ene kant heb je de oorspronkelijke Zuiderzeebewoners, bijvoorbeeld de Urkers. En aan de andere kant heb je een hele nieuwe maatschappij die wordt opgebouwd uit boeren en pioniers, middenstand. En die Urkers moesten opeens gaan samenleven met die nieuwe mensen om zich heen, die isolatie die verdwijnt en de oude ambachten die veranderen ook. Op 9 september 1942 vielen de laagste delen van de polder droog. Oké. Heel geleerd. Ja, de Noordoostpolder is de plek waar zowel Bas als ik ben opgegroeid. Maar wat wij ook heel erg fascinerend vonden is de hele geschiedenis van de Noordoostpolder. Wat ik al zei, dat al deze mensen hier samen zijn gebracht, dat deze provincie zo'n ongelooflijk jonge geschiedenis heeft, waar in die decennia nu toch al iets heel groots is opgebouwd, is een geschiedenis die buiten de Noordoostpolder en buiten Flevoland niet heel bekend is. Sterker nog, vaak helemaal niet bekend is. Wat wij vooral ontdekt hebben is dat het heel erg veel moeite heeft gekost om die samenleving op te bouwen. En dat het nu ook, wij zijn Linda is van de derde generatie van polderbewoners eigenlijk, dat die maakbare samenleving, dat wel vrij lastig is om het op te bouwen. Wanneer krijg je het gevoel van ik ben een polderbewoner en wanneer heb je het gevoel ik ben een Urker? Dat is iets wat niet makkelijk te vangen is. En dat is eigenlijk wel het meest bijzondere aspect waarbij we in de podcast zijn tegengekomen.